De brand die bij twee houtzagerijen Nooit Gedag en de Eenheid aan de Duisburglaan heeft gewoed, is mogelijk door kwaadwilligen aangestoken. Dit stelt brandweervoorlichter Alton Pinas in een gesprek met de nieuwsdienst. Door de aanwezigheid van de vele houtblokken en gezaagd hout waren er hoge vlammen waarneembaar en had de brandweer grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Vanmiddag was de brandweer nog bezig met de nablussingswerkzaamheden. In een, hoe moet ik het zeggen? We hebben melding gehad dat er enkele heren de dag van tevoren bezig waren om koper en ijzerwerk te stelen. Ze zijn op inderdaad betrapt en ze zijn afgezwommen over het Tarmaga kanaal. Ja. En ze hebben toen aangegeven het zaakje in brand te zullen steken. En ze hebben dus gisteren er daarbij doorgevoegd. Gisteren trok de brand aandacht van vele voorbijgangers. De brandweer was volgens Pinas tot in de avond bezig de zaak onder controle te krijgen. De brandweer heeft met man en macht geprobeerd die onder controle te houden, te krijgen. We hebben het enorm moeilijk gehad bij zo'n omvang. Het waren, om een beeld te geven, het waren ongeveer 30 hopen met houtblokken, waarbij één hoop ongeveer 80 tot 20 van die grote boomstammen heeft. Ja. Dus u heeft een beeld hoe groot het was. Het gaat om twee houtzagerijen, Nooit Gedacht en zo. Die andere is me even ontgaan, maar Nooit Gedacht die heeft voor een groot deel schade opgelopen, terwijl de andere houtzagerij wat meer wat materiële schade heeft overgehouden, houtblokken. Minister Kenneth Amoxie zegt dat de brand ook zijn aandacht heeft. De nieuwsdienst verneemt dat er sprake is van schade in de miljoenen SRD's door de brand in de twee houtzagerijen.